Ze behoort tot de 5 beste turnsters uit de Nederlandse geschiedenis. Maar op 20-jarige leeftijd moet de Alphense al een punt zetten achter haar topsportcarrière. Noël van Klaveren kampt met chronische pijn aan beide enkels en moet noodgedwongen stoppen met turnen. Sinds 2015 had ik echt last van mijn linker enkel en die hebben ze toen geopereerd. Ze hadden ze een bordje uitgehaald, want dat zat in de weg. Herstel ging supergoed, maar daarna maakte ik een klap op de balk waardoor mijn enkel weer omsloeg en waardoor eigenlijk dat herstel niet goed is verlopen. En waar ik nu nog steeds mee zit, toen met die ene val heb ik een slijmbeursontsteking opgelopen waar ik nog steeds heel erg last van heb. En daarnaast is dat chronisch en kunnen ze daar verder niet zoveel meer aan doen. En aan die andere enkel ben ik in februari heb ik mijn enkelbanden gescheurd. En dat herstel is ook niet goed gegaan en alleen maar bij pijnstilling door de training gekomen. Want ik wilde gewoon inzetten voor dat Olympisch traject. En uiteindelijk ben ik eruit gestapt omdat ik niet meer verder kon. Ruim een jaar turnde Van Klaveren met pijnstillers om toch de Olympische Spelen te halen. Nederland had zich inmiddels gekwalificeerd voor Rio en als Van Klaveren deel was blijven uitmaken van de ploeg, was ze ook daadwerkelijk geselecteerd geworden. Maar 2 maanden voor de Spelen wierp Van Klaveren de handdoek. Fysiek en mentaal was het niet meer te doen voor haar. Als het fysiek niet werkt, dan werkt het mentaal ook niet. En dat is andersom ook. Het speelt gewoon met elkaar. Als je niet lekker in je hoofd zit, dan kan je geblesseerd raken of er gebeuren andere enge dingen. En ik koos echt voor dat moment echt voor mijn lichaam, want ik voelde gewoon dat het op was. Na al die jaren zo hard trainen voor dat ene doel, maar ja, uiteindelijk dat niet gehaald te hebben is echt heel zuur. Ja. Noël had niet het idee dat daarmee haar turncarrière voorbij is. Na een vakantie wilde ze de draad weer oppakken om alles te geven, zodat ze in 2020 wel de Olympische Spelen zou halen. Totdat de arts in het ziekenhuis onlangs met de mededeling kwam dat ze vanwege haar inmiddels chronische blessure nooit meer op topniveau zou kunnen turnen. Nou, dat stort inderdaad mijn wereld in. Ja, ja, heel dubbel gevoel. Heel dubbel, ja. Ja, het lijkt me vreselijk. Ja, want je had jezelf gewoon voorgenomen om gewoon weer een nieuwe start te maken. Ik wil gewoon weer door. En het doel is inderdaad toen weer, Tokio 2020 natuurlijk, de Olympische Spelen. Ik weet gewoon dat het nog heel ver weg is en dat ik gewoon keihard mijn best moet doen om weer op dat niveau te komen. En ik had er wel een beetje vertrouwen in, want ik was gewoon weer in een vertrouwde omgeving, nieuwe groep meiden. Echt gewoon weer een nieuwe start aan het maken en ik voelde me helemaal happy. En in één klap was het helemaal weg. Heb je er vrede mee? Nou, ik moet zeggen, die dag toen ik het horen kreeg, was ik wel echt heel down en heel erg verdrietig. En ik was niet te genieten, laat ik zo heel verdrietig gewoon. Alle emoties spelen. Toen ik het hoorde, toen dacht ik van, moet ik nou blij zijn? Moet ik opgelucht zijn? Moet ik boos zijn? Moet ik verdrietig zijn? Ik wist het gewoon niet. Het enige wat ik wist van, ik kan niet meer turnen. 2013 was het jaar dat de wereld kennis maakte met Noël van Klaveren. Ze verraste vriend en vijand met een fraaie zilveren medaille op de Europese kampioenschappen turnen in Rusland. Mijn eerste EK, mijn echte mijn debuut inderdaad. En daarvoor afgaand had ik al World Cups gewonnen. Was ik derde vloer geworden en tweede op sprong. En dat gaf mij gewoon wel echt moed om naar de EK toe te gaan. En ja, toen haal je verrassend zilver. Noël wordt daarna in Alphen uitgebreid gehuldigd en onderscheiden met de titel Sportvrouw van het jaar. En ze ontvangt de sportpenning van de gemeente Alphen. Ook wordt ze genomineerd als grootste sporttalent op het sportgala van NOC-NSF en de NOS. Datzelfde jaar debuteert Van Klaveren met een knappe finale plek bij de wereldkampioenschappen. Iedereen denkt dat 2014, 2015 en 2016 haar jaren gaan worden. Maar dan slaat het noodlot toe en besluit ze een sabbatical te nemen. Ja, klopt. Was er niet hoe het me staat om nog te turnen dan, even. Nee, want je vader was ernstig ziek. Gaat het goed met hem? Wauw, echt geweldig. Het gaat goed, ja. Ik ben zo blij. We hadden niet verwacht dat hij het zou halen. En ja, inderdaad, na de WK, echt vlak na de WK, misschien wel nog niet eens een week daarna, kreeg ik te horen dat hij te maken heeft met longkanker. En wat uitzaaiing betreft naar zijn lymfeklieren. Ja. Nou, jullie zijn een hele hechte familie, hè? En dat is ook de reden dat je het gewoon niet op kon brengen. Je vindt je vader veel belangrijker, maar dan precies. Ook echt veel en veel belangrijker dan je eigen turncarrière. Ja, op dat moment koos ik inderdaad voor mijn familie.
Terwijl ik het wel echt heel moeilijk mee had, want ik wilde gewoon echt niet stoppen met turnen. Maar ik was er wel echt over aan het twijfelen van, ja, stel dat het niet goed gaat met mijn vader, ik wilde gewoon voor hem zijn. En hij zei ook tegen mij, ga gewoon lekker turnen, want dan voel ik mij het prettigst. Maar ja, ik was bij de turnhal en ik ging turnen, maar het ging gewoon niet. Ik was zo met mijn hoofd bij mijn vader van, gaat het wel goed, wat is hij nu aan het doen? Stel dat er wat gebeurt, wat gebeurt er dan? En ik was zo aan het malen in mijn hoofd, terwijl alles sloeg op hol. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het enige wat ik wist is, ik moet nu voor mijn familie er zijn en hen steunen. In 2015 maakt Van Klaveren haar rentree en wordt ze vierde op het EK. Vierde, maar wel vierde met een gouden randje, na alles wat ze heeft meegemaakt. Van Klaveren wil toe gaan werken naar de Olympische Spelen 16 maanden later. Maar vanaf dat moment slaat de fysieke ellende letterlijk toe. Als jij nou een persoonlijk record had gesprongen in de Olympische finale op sprong in Rio, hoeveelste was je dan geworden? De Simone Biles is gewoon niet te verslaan, de sprong. Ik denk top 5 misschien, 6. Nou, top 5 had je kunnen halen op basis van je PR. Ja. En dan heb je nog niet eens over je eigen ontwikkeling als je PR natuurlijk had verbroken. Als je gewoon die afgelopen jaar door had kunnen gaan. Inderdaad. Op de EK in 2013 waar ik zilver won, won ik tweede plaats met een Jurchenko dubbel schroef. Ja, en als je dan verder kijkt naar de volgende jaren, dan kan je dat gewoon uitbreiden. En het had mogelijk geweest. Al had ik niet al die blessures opgelopen. Ja, want knaagt het dan ook niet? Ik kan me voorstellen dat het knaagt dat je de Olympische Spelen überhaupt niet gehaald hebt. Ja. Maar B, dat je echt hele hoge ogen had kunnen gooien in Rio. Zeker. Dat denk ik ook. Dat moet toch ontzettend frustrerend zijn? Ja, het is ook heel frustrerend. En ik heb het inderdaad nu echt een plekje kunnen geven. Ik bedoel, ik kan nu wel weer verdriet gaan lopen doen dat ik het weer niet gehaald heb. Maar ik kom daar geen steek verder. Is ook een leven na Olympisch spelen en nu na het turnen. Noël van Klaveren gaat nu beginnen als 20-jarige aan haar leven na de topsport. Ze hoopt dit schooljaar haar opleiding aan de Johan Cruijff Academie af te ronden. En ook geeft ze les aan jonge turnmeisjes bij de club waar ze vroeger als 6-jarige begon. DOS uit Alphen aan de Rijn. Haar turncarrière zit er in ieder geval op. Ze heeft grootste prestaties bereikt. Maar door blessures er niet uit kunnen halen wat er eigenlijk in had gezeten. Ik was inderdaad ook de derde Nederlandse die een medaille won op de EK. Dus als 17-jarige dan besef je dat niet zo. Maar nu denk ik van ja, ik heb toch wel hele hoge ogen gegooid. En ik had gewoon op de Olympische Spelen moeten staan. Maar achteraf is het gewoon heel erg jammer en heel erg balen dat ik die blessures allemaal gehad heb. En ja, ik kan tenminste wel gewoon goed tevreden terugkijken op mijn carrière. Zeker dat ik na de ziekte van mijn vader zo hard teruggevochten heb en dat het toch wel gelukt is om op een EK weer te staan, toch een vierde plek te behalen en toch wel weer een beetje door heb gepakt, maar uiteindelijk niet het resultaat moest zijn wat het echt moest zijn.